Hallo jongens en meisjes, welkom terug bij een nieuwe LEGO nieuws video. Vandaag zal ik het hebben over de nieuwe LEGO Star Wars 2020 sets. En ook nog de trailer die is gedropt voor seizoen 13 van Ninjago. Dit is mijn favoriete LEGO Star Wars set van de sets die zijn gereveeld. Dit is de Armored Assault Tank, a.k.a. AAT. Deze zal verkocht worden voor 40 euro. En zal uitkomen op 1 augustus voor Europa en Amerika en Canada voor 1 september. Deze set zal ik zeker kopen, want je krijgt Ahsoka en ook nog een 330 second trooper. Deze is mijn tweede meest favoriete set van deze reeks. En dat is de 501st Legion Clone Trooper set. Deze zal verkocht worden voor 30 euro en heeft 1 501st Jet Trooper en 3 501st Clone Troopers. En ook nog 2 Battle Droids. Hier hebben we de Knights of Ren Transport Ship, a.k.a. Night Buzzard. Deze set zal verkocht worden voor 70 euro en heeft 3 mannetjes. De 2 overige Knights of Ren. De andere Knights of Ren zitten in andere sets. Hij hebt ook nog Rey. De volgende set is de LEGO Star Wars Advent Calendar. Deze zal verkocht worden voor 40 euro. 2 mannetjes dat je krijgt in de set zijn Darth Vader en Poe Dameron. Ze dragen alle 2 kersttruien. Die van Vader heeft de Death Star en die van Poe heeft BB-8. De volgende set is Anakin's Jedi Interceptor. Deze zal verkocht worden voor 30 euro. Deze set is eigenlijk ook al uitgekomen in 2014. Maar ik ben zeker dat ze een paar dingen hebben veranderd. De volgende set is General Grievous Starfighter. Deze zal verkocht worden voor 70/80 euro. Wat echt super overpriced is. Deze set hebben ze eigenlijk ook al gemaakt in 2012 en ook nog 2010. Je krijgt 3 mannetjes General Grievous. Deze Unbarren Clone Trooper. Velen dachten dat een Phase 2 Clone Commander Cody was. Maar het was zo te zien niet waar. Je krijgt ook nog Obi-Wan Kenobi. De volgende set is de AAT. Of AT-AT, hoe dat je het ook wil zeggen. Deze zal verkocht worden voor ongeveer 150 euro. En deze set is van de Empire Strikes Back die 40 jaar is geworden. Je krijgt Luke Skywalker in zijn X-Wing Pilot uniform. En ook nog 2 AT-AT pilots en ook nog 2 Snowtroopers. En je krijgt ook nog General Veers. De volgende set is de Death Star Final Duel. Met 5 mannetjes. Deze set zal 100 euro kosten en ik denk wel dat dat een goede prijs is. De volgende set is de Resistance ITS transportschip. Deze set is van Star Wars Galaxy Edge en zal 100 euro kosten. Ik denk dat deze set exclusief zal zijn voor Disney en Galaxy Edge winkels. De volgende set is de Razor Crest van The Mandalorian. Deze set zal ongeveer 120/130 euro kosten. En dan tenslotte hebben we hier de Lego Brickheads, The Mandalorian en The Child. Deze zal verkocht worden voor 20 euro. Laten we nu kijken naar de nieuwe trailer die is gedropt voor Ninjago. Ik zal de trailer in de beschrijving zetten, als je hem wil bekijken. Het eerste wat er hier gebeurt in de trailer, de ninjas komen aan bij dit soort van, het is een stad of zoiets, ik weet niet of dat de Cloud Kingdom is ofzo, maar ja, het is denk ik een nieuwe stad. Hier zie je de architectuur van de stad, het is anders dan de normale steden dat we kennen, bijvoorbeeld de stad Ninjago zelf heeft de normale gebouwen. Deze stad heeft een soort van ronde huizen of zoiets. Dit seizoen gaat grotendeels over Cole gaan. Dit seizoen heet ook nog Masters of the Mountain. En de slechterik voor dit seizoen heette The Skull Sorcerer. Ik heb geprobeerd om alle belangrijke dingen eigenlijk uit de trailer te halen. Bijvoorbeeld die stad is wel heel belangrijk. We weten niet of dat een nieuwe raam is of een nieuwe rijk is. En de titel van het seizoen is ook heel belangrijk, Masters of the Mountain. En ook nog de vijand of de slechterik van dit seizoen, de Skull Sorcerer. Jongens en meisjes, hopelijk hebben jullie genoten van deze kleine LEGO nieuws video. Al dit nieuws was gisteren uitgekomen. En ik wou dat allemaal tonen / zeggen. Dus jongens en meisjes, hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Geef een like, abonneer hier beneden en klik op het belletje dat je nooit een video mist of vergeet. En dan zie ik hem later in dikke vette doei.